van die grondwet. Terwijl er ook geluiden zijn dat ze over die rechtsstatelijkheid er nog steeds niet uit zijn. Geluiden, want onderhandelaars die hebben de radiostilte afgesproken en daar houden ze zich vooralsnog aan. Behoudens dan die uitspraken van Wilders over de spreidingswet gisteren. Het was allemaal reden van Frans Timmermans, de leider van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, en van Esther Houwer, ouwehand van de Partij voor de Dieren, om Ronald Plasterk op de vingers te tikken. Ze wilde duidelijkheid van de informateur of die zich wel hield aan zijn opdracht. Eerst afspraken maken over de rechtsstaat, dan pas praten over de rest. Gisteren kwam er antwoord, 8 regels. Strekking, er gebeurt hier niks raars. Begin februari hoort u verder van me. Meneer Timmermans, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkelman. Vooralsnog geen enkele reden dus om werkelijk ongerust te zijn. Ja, we zijn met een kluitje driet ingestuurd. Dus mevrouw Ouwehand, de heer Das en ik hebben besloten om een brief te sturen aan de voorzitter van de Kamer om onze vragen nog eens heel helder op papier te zetten. Hopelijk stuurt de voorzitter dit door naar de informateur, zodat de informateur ook echt op onze vragen ingaat. En niet alleen maar zegt, er is niks aan de hand, sterkte met uw been. Dus u bent ontevreden over het antwoord van Plasterk en u wilt via de voorzitter van de Tweede Kamer alsnog antwoord op uw vraag. Precies. Ik denk dat het redelijke vragen zijn. Er is in het debat in de Kamer over de uitslag van de verkiezingen duidelijk gesteld dat er eerst een basislijn moest zijn over het respect voor de democratische rechtsstaat voordat er inhoudelijk gesproken kan worden. We hebben geen idee of die basislijn is afgesproken. Mijn indruk is dat er geen afspraken nog over zijn gemaakt. Maar ondertussen wordt er wel ook al inhoudelijk gesproken. Dat is niet zoals wij de opdracht lezen die door de Kamer aan de informateur is verstrekt. Dus dat moet hij dan maar eens precies toelichten. Juist, dus u wilt dat de voorzitter van de Tweede Kamer de informateur eigenlijk ter verantwoording roept. Precies, ja. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1.